Voor mij gaat het over twee mensen die op de rand van de afgrond staan en al krabbend met hun nagels proberen daar vandaan te komen. En dat doen ze bij stom toeval in elkaars nabijheid. En in de eerste instantie kunnen ze helemaal niks met elkaar. Heitjes. Hij ook niet echt gewend om te communiceren en zij ook niet de taal machtig, proberen toch op hun ontoereikende manier een modus te vinden, zo met elkaar. Als er al een god is, dan is het een lul. Amen. You, amen. Langzamerhand bedacht ik een vorm om heel reflectief en poëtisch twee personages op te voeren die in derde persoon over zichzelf praten. Dus eigenlijk met enorm veel afstand. Wat eigenlijk alle basisregels over drama schrijven tegengaat. Ik dacht, als ik dat nou structureel doe, dan kan er misschien iets uitkomen wat werkt of wat interessant is. Ik vond het erg spannend om het de eerste keer te laten lezen. Hoe gaat het Germain? Hun gedachten worden weergegeven. En in die gedachten zie je een veel grotere wereld dan dat ze naar buiten toe kunnen uiten. Eigenlijk de grote mensthema's die in hun gisten en borrelen. Het ongezegde gezegd krijgen. Prijzen zijn vreemde dingen eigenlijk, want het is echt niet zo dat er maar vier goede toneelstukken zijn geschreven. Volgens mij is het heel erg leuk om theater eigenlijk in het zonnetje te zetten via de prijzen die je uitdeelt. Dus het gaat mij niet eens zozeer om de mensen of om de stukken of om de rollen zelf, maar om het moment van aandacht voor de sector waar we zitten, voor het vak waar we in zitten. En zeker nu denk ik dat we wat positieve momenten kunnen gebruiken.